denk dat we inderdaad wel een drukke week gehad hebben, hè, met die verandering van de planning. En met die extra 35 minuten dat we moesten inhalen. Ik ben toch wel blij dat het dinsdag gespeeld geweest is. En dat we dan effectief nog 3 dagen hebben om voor te bereiden naar Leuven toe. En ja, we hebben wel een aantal gekwetsten vanuit de eerste wedstrijd. Maar de jongens die dan respectievelijk de plaatsen gepakt hebben van Miange en van de Brugge, hebben het ook goed gedaan. En ja, dat is ook de sterkte dan, dat je nog een aantal jongens hebt die voor het evenwicht kunnen zorgen, voor de concurrentie kunnen zorgen. En als we dan misschien kunnen zeggen van vooraan kunnen we misschien nog wel wat versterking gebruiken. Maar de basis is altijd om achteraan stevig te zijn en weinig weg te geven. En dan vind ik wel dat we heel erg geslaagd zijn in ons opzet met de eerste wedstrijd op Beerschot. We moeten vooral die 3 punten onthouden ook. De start, de beleving, de grinta om ook de 3 punten naar ons te halen. Als je een voorsprong kan verdedigen, dan kun je ver geraken. En dat de basis, de organisatie, het verdedigen, dat zat wel goed, vond ik. En we hebben eigenlijk heel weinig weggegeven. We willen jonge spelers beter maken en ontwikkelen naar een volwaardige eerste klasser. En dat zal een gegeven zijn die gans het jaar aanwezig is. Dus ik denk dat er alleen Dino nu, die boven de 23 was, en onze keeper, Didier Lyon. En voor de rest was er niemand meer die boven 23 jaar was. We laten niets aan het toeval over. We geven heel veel ook video's wat er verlangd wordt, wat dat er eventueel van correctie kan gedaan worden. En ja, dan is het van in de praktijk waar je meer ervaren wordt. Oké. Goedemiddag, hè. Salut, hè. Tot zaterdag. Ah.